Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie heeft de werkbezoeken gebracht aan de districten Nikeri, Koroni en Saramaka. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut. Het doel van deze bezoeken is om een beter inzicht te verkrijgen in het reilen en zeilen van verschillende diensten van het ministerie in de districten. Het werkbezoek aan de drie districten hield onder meer in kennismaking met het personeel van de verschillende politieposten, de brandweerkazernes en de Nigeriaanse strafinrichting Hazard van het Korps Penitentiaire Ambtenaren. Tijdens de werkbezoeken heeft de bewindsman ook gesprekken gevoerd met de hoofden van de verschillende diensten.